misschien leerlingen die leuk vinden, soms ik ook. Tenminste, ik heb maar één keer dat geuit. Ik denk, oké, stil, we zijn aan het best, maar wil die alsnog wat doorgaan met de les. Dus ja, enerzijds vind ik je motivatie voor de studie wel heel goed. Motiveert mij ook deels. Aan de andere kant, te gemotiveerd vind ik een beetje niet zo. Oké. Okay. Maar er is toch niets mis met te gemotiveerd zijn? Geef je niet meer je mening? Dat je echt niet echt veel. Nou, maar dat is ook zo. Ik heb ook van een paar andere medeleerlingen dat een beetje begrepen. Vandaar. Ja, nee, ik vind het wel goed dat je het zegt, want ik kan het wel meenemen. Want zoals je zegt, inderdaad, ik probeer dat wel gemotiveerd over te komen. Maar het is goed voor mezelf om ook eens te kijken van, ja, hoe probeer ik dat nou? En hoe komt het dus over op andere studenten? Of hoe vinden ze dat tijdens colleges of trainingen? Maar hetzelfde is ook met haar, de vorige groep. Ze was altijd gemotiveerd voor in de klas, dat zou ik altijd. Altijd vinger niet in de derde dingen, stond veel praten. Sorry. En dan deed jij ook. Ja. Ja, altijd had je wel je vinger opgestoken en had je antwoord gemotiveerd. En je merkt dat na een tijd bij de andere klassen nog een irritatie opleverde. Oh, we gaan ze weer. Oké, ze wil de actieve leerling gaan spelen. Dus dat, ik zie wel een beetje de herhaling terug, ja, maar dan ben ik wat anders bij jou dus. Oké. Okay. Maar je speelt geen actieve leerling, je bent toch een actieve leerling? Je speelt niet. Nou, daarom zeg ik ook voor de anderen die het dan een beetje geïrriteerd raakt. Dus zij staan dat als ze speelt, probeert de actieve leerling te spelen. Dus daarmee wil je gaan zeggen van, ze doet het zo van alleen om actief over te komen bij anderen. Van wie heb je nou even Over. Sorry, ja. Dat was dan vorig jaar. Dus dan heb, daarom zei ik ook, dat ziet ze eruit, of doet ze alsof ze... Nee, maar ja. Dat is niet omdat voor anderen om zo te zijn, zo ben ik gewoon. Ik ben gewoon iemand die actief is en gemotiveerd ben met mijn studie en wil het gewoon goed afronden. En dat kan bij anderen, ik zit daar niet heel erg mee, maar het kan bij anderen kan dat, hoe zeg je dat, irritaties opleveren, maar ja. Daar moeten zij dan mee leven, want ja, ik ga niet vanwege anderen, ga ik op een gegeven moment niks meer vragen, als ik iets niet snap, dat ik dan in mijn vinger ga opsteken. Ja, precies, daar sta ik ook vanuit hun brilletje, dat zij... Over hen, doe niet te ver. Want ik heb het idee dat je nu voor anderen bent en niet voor jezelf. Nee, er is niemand van iemand hier in de groep, hoor. Dus wel namens jezelf. Namens jezelf, ja, ik was erg geïnteresseerd. Nee, maar omdat je aangeeft van, ja, anderen vinden, weet je wel, kijk, hou het bij jezelf, weet je wel, praat vanuit jezelf wat jij vindt, wat jij wilt zeggen, of wat jij voor feedback wil geven, maar niet van, ja, anderen zeggen dit, en daardoor denk ik dat jij zo overkomt. Oké, dan kan ik het misschien zelf vertellen dat ik het merkte op bij anderen, zeg ik dan wel goed? Dat er ja, maar dat is toch meer vanuit jezelf, ja, ook, weet je wel. Nou, ik raak wel soms geïrriteerd. Die is ook bij jou, dat is één keer voorgekomen. Wij gaan al natuurlijk nog langer kennen. We gaan ook. En ik van oké, schat, het is even voorbij, het is voor mij even stil. Oké, het is wel duidelijk, niet te ver op ingaan. Oké. Okay. Hoe vind je het om het te zeggen vanuit de ik-vorm? Ja. Maar je moest eerst feedback krijgen van de groep voordat je zeg maar weer de ik-vorm ging praten. Zeg jij hem om jezelf veilig? Kan ik misschien eerst antwoord van hem krijgen in mijn vraag? Ja, natuurlijk. Een klein beetje anders, maar van, ik geloof dat je wel, ja, misschien zal ik een beetje tegenstribbelen. Zo zag het een beetje uit. Maar ja, je hebt wel gezien dat ik geen moeite heb met het ik voor hem. Voor mijn dingen. Dus. Want je niet kent? Zeker niet. Ik vind dat je wel een beetje zenuwachtig bent. Oh, nee, omdat alle andere mensen. Dat je een beetje rood werd. Ik heb zo. Nee, ja. Dat je misschien toch. Ja, want je viel net ook weer terug in het hun, zeg maar. Terwijl je al een paar keer werd gecommissieerd. Ik voel geen spanning bij mezelf. Of van. Nee. Maar ik was al begonnen met het gesprek gewoon voorop gebogen. Dat je dus eigenlijk werd gecorrigeerd en daarna dat vind ik dus eigenlijk weer terugviel in het
En je praat over studenten. Ja, ik ben gewend om een beetje een beetje algemeen te praten of zo. En dan maak bij slagen dat op. Precies. En dus vind je het dan lastig om het tot jezelf te trekken? Dat is een beetje voortgekomen uit het niet egoïstisch willen zijn. Want bijvoorbeeld als wel iets. Wat zou egoïstisch zijn? Nou, laat me zo vertellen, tenminste dat is mijn mening dan erover. Bijvoorbeeld als er iets is gemaakt, bijvoorbeeld, dan wil ik nooit gaan zeggen, ik heb het gemaakt. Dat is altijd van, wij hebben het samen gemaakt. Of meestal zeg ik van, zij hebben het gemaakt, ik niet eens. Maar nu jij het zeg maar zo zegt, lijkt het ook alsof er een soort groepje tegen Anan was. Terwijl als jij gewoon had gezegd, ik, dan ja, heeft het alleen betrekking op jou en niet op veel meer. Dus dan gaat ze er ook veel minder over nadenken. Zo van, wie zouden al die personen zijn, dan werd jij de hele tijd hem. Snap je wat ik bedoel? Ja, begrijp ik. Ja. Want ik denk dat je eigenlijk niet ook voor andere mensen kan spreken. Ja, want kijk, voor de rest van de groep was het dan niet daar wat er in de vorige groep afspeelde. Maar de groepsleden van de vorige klas, die weten wel wat een beetje afgespeeld daarin. En daarom, ja. Maar het is nu toch ook de bedoeling dat we het over het hier en nu hebben in deze groep. Dat besef ik wel op, ja. Dit groepsproces en niet wat er hiervoor zich heeft afgespeeld. En ik heb nu ook zo de indruk van, nu gaat de rest van de groep ook denken van, dus de vorige groep was allemaal tegen mij, snap je? Dus hun gaan dan sowieso ook allemaal een indruk krijgen van, dan gaan wij misschien ook wel, snap je? Dus van, ze krijgen dan een vooroordeel. En ik vind dat liever, ja, ik vind dat niet leuk dan. Daarom vond ik ook toch wel. Want dan ga je weer in het verleden praten, terwijl dat de vorige keer of 2 weken geleden was het al bekend dat dat niet de bedoeling is. Mag ik nog wat vragen trouwens? Of jij mij misschien, want jij zegt van nou, we raken wel geïrriteerd, maar dat merk ik dan niet aan jou. Of je dan misschien dat de volgende keer wel zou willen zeggen? Nou, het is niet zozeer geïrriteerd dat ik het moet gaan uiten. Oh. Maar het is eerder van laten we naar huis gaan. Maar dat ik even over de 5 minuten zit of naar de vraag en antwoord geluid. Dat vind ik niet zo erg. Oh. Ja, dan maar ik moest het echt gewoon betrekken met ik. Dan zeg ik, als ik zeg ik raak geïrriteerd. Ik kan het liever zeggen, ik pas begin het een beetje onrustig of een beetje. Oké, okay, dan mag ik dat je gezegd rustig wordt hierover dat ik en hen deed dit door. Ja, ik heb die, kun je misschien feedback krijgen wat je wil, wat je nu graag nog zou willen zeggen. En kun je misschien dan doorgaan of iets anders dan deed het doorgaan voor ik en hen. Of vinden jullie het vervelend dat ik daar zo op nee, zit? Nee, dat is eigenlijk zo, of dat ik en hen discussie. Ja, toen had ik ook bij heel veel leerlingen, had ik het huis in gesprek, vragen, antwoorden, feedback en terug. En toen zei ik ook, hey, oké, nu stoppen, nu even iemand anders. Ja. Dus het is ook bij mij, dus dat vind ik juist zelf goed. Ja, nee, ik merk aan mezelf dat ik een beetje onrustig word ervan en dan in slaap val. Ik zeg het even. Dus, ik wil jou vragen of je nog iets kwijt wil hierover. Of nou, vergeet je dat ik een prins ben en dat je me zal staan behandelen. Wat zei je nou? Dat ik een prins ben en het kippen op je. Dat doe je kwijt. Ja, dat is het. Ik vind wel dat je altijd, tenminste, zo zie ik het. Dat je altijd je best doet om aardig over te komen, zeg maar. Daar. Ja. Ik doe dat niet aan. Nou, ik denk dat het wel een beetje dat je meer zit. Ik weet niet, ik denk ook wel dat je een andere kant hebt. De bitchy kant, zoals ja, dat is wel vaak naar voren gekomen. Die heb ik wel eens een paar keer gezien, dus ik denk dat jij ook wel heel, zoals je het zelf zegt, misselijk kan zijn. Ja, ik uiteindelijk niet gecastreerd worden, hè, zoals ik het zelf zei. Dus moet ik wel een beetje de bitchy kant gaan laten zien.